Ik heb ontzettend veel Iconbags klaarstaan. Misschien zit hier wel Cruijff in. Of krijgen we Ronaldinho uit deze. Maar om zo'n pack te kunnen openen, moet ik eerst een bepaald type doelpunt hebben gescoord. Denk aan een afstandsschot of een volley. Gelukkig zijn er voor de eerste goal geen vereisten. Simpelweg scoren met dit vrij beperkte team is voldoende. Ja, dit is een beetje het niveau waar ik het nu mee moet doen. Lekker hakballetje van Bailey. Hier komt Wan-Bissaka. Achterlijn halen. Voorleggen. En... oh ja, binnentikken. Was de volgende stap. Ansu Fati naar Gakpo. Meegeven. Ja, lekkere bal. Hier is dan Timo Werner. Maak het af, jonge Werner. Ja, ja. De eerste Eikenpack. En ik klik, wacht en hoop Nederland te zien. Ja, centrale middenvelder. Dat zal Seedorf zijn, denk ik. Of zit ik ernaast? Nee. Oh, het is Bergkamp. Het is redelijk, denk ik. Sowieso beter dan wat we nu hebben. Hij is redelijk snel voor zijn positie en kan heel goed pasen. Hij kost een ruime 100.000 munten, wat ja, niet super veel is. Maar goed, het kan slechter. R2, we gaan door. Met Bergkamp in het team maken we ons op voor doelpunt nummer 2. En dit wordt een simpele intikker. Bailey, kom naar binnen toe. Dribbelen. Ja, penalty. Oh, waarom ben ik er blij mee. We moeten een intikker scoren en oh, een rode kaart, denk ik. Jazeker. Hij legt hem erbuiten. Oké. Intikken. Oh, bijna zeg. Trap houdt tegen. Bergkamp gaat lopen. Is beter dan iedereen op het veld. Dennis Bergkamp tovert. The Iceman. Hij gaat door. Oh, wat een solo van Bergkamp. Nou, nu scoren. Voorzet intikken. Ja! Wat een geweldige actie. En wedstrijd verlaten. Op naar de volgende Iconpack. We klikken. Met het neusje controller neergelegd. Kom op. Nederland weer. Johan Cruijff. De meen niet. Is dit weer Bergkamp? Of Gullit? Gullit. Doe maar Gullit. Gullit, alsjeblieft. Hoe is dit mogelijk? Even serieus. Wat? Er zijn tientallen icons die we kunnen backen. Krijgen we twee keer Bergkamp in de eerste twee packs. We kopen voor 142.000 munten Marco van Basten. En dat komt omdat hij ook een Nederlander is. Redelijk dezelfde prijs heeft als Bergkamp. En hij is van de Winter Wildcards. Waarmee hij ook zo'n beetje groene achtergrond heeft. Dichter in de buurt van een tweede Bergkamp gaan we niet komen. En we kunnen deze man wel toevoegen aan het team. Deze variant is een aanvallende middenvelder die vrij goed kan schieten, heel goed kan pasen en zijn dribbel is ook zeker niet misselijk. En nu moeten we een geplaatst schot gaan scoren. Dus een doelpunt met de binnenkant van de schoen. Van Basten neemt aan. En gaat 1-1. Nou, kom op Marco. Score, jongen. Oh, krijg je dit er niet in. Gakpo, versneld. Ik voel hem. Dit wordt hem. Paasje. Van Basten. Ja. Haha, come on. Hij had even een herkansing nodig. Het kan de beste overkomen. Iconpack nummer 3. Ik zweer het, hè. Als hier weer Bergkamp in zit, dan stop ik ermee en ga ik lekker iets anders doen met mijn avond. Het wordt een vlag. Engeland. Centrale middenvelder. Dat is ook niet om je vingers bij af te likken. Steven Gerrard. Zijn standaard versie. Deze video kun je nog niet echt een feestje noemen qua wat we hebben gekregen tot nu toe. Waarom gaat hij op zijn knieën zitten? Gerrard. Nou, die kan een beetje schieten en een beetje pasen. Daar is alles wel mee gezegd. En hij kost niet eens 100.000 munten. Dus dat zegt denk ik genoeg. Met Stevie G op het middenveld gaan we nu proberen een volley te scoren. Van Basten. Volley! Oeh, zo! Steven Gerrard vuurt hem bijna de kruising in. Van Basten. Oh, goede actie. Klaarleggen. Volley! Nope. Oh, net naast. Inmiddels alweer potje 2. Wat doet Casillas fout? Van Basten. Voorzet. Mag hangen. Volley. Ja hoor. Het is misschien niet de mooiste goal, maar Gakpo staat gewoon te dansen, want wij krijgen weer een Iconpack. Icon nummer 4 is een goede. Is een Engelsman weer, niet Gerrard. Linksback Ashley Cole. En dan kunnen we nog een speciale versie krijgen van hem. Dat is het ook. Dit is Centurions Cole. Cole. Wat? Hij kost een 500.000 munten en is maar 5 keer op de markt. Hij is snel, kan goed dribbelen en verdedigend staat hij ook zijn mannetje. We moeten een Trivella scoren, oftewel met buitenkant schoen gaan schieten. Balletje van Bergkamp. Cool. En nu buitenkant schoen. Oh, hij wilde het wel, Gerrard, maar er was geen tijd meer voor. Komt hij aan Bergkamp. Bergkamp, Bergkamp.
Dennis Bergkamp. Wat een doelpunt. We gaan verder met een Braziliaan. Ik voel het. Een Duitser is het. Rechtsachter. Laam dan waarschijnlijk. We krijgen Philip Laam. En die is niet super goed. Hij kost niet eens 100k. Dus dit is de vierde L uit 5 packs. Alleen goal was goed. Voor goal nummer 6 gaan we proberen een lopje te scoren. Soufati. Goede paas op Van Basten. Eerste kans al. Oh. Bergkamp, stift hem vanuit hier. Nope. Nou, het was serieus geen slechte poging. Goed, Gakpo. Nou, dit wordt hem. Cody Gakpo. Chip. Nee, hij loopt hem niet. Oh. Van Basten en we zijn te ver van de goal. Wat is dit voor een rare situatie? Alsnog, Van Basten, lopje en penalty. Oh, we kunnen een Panenka doen. Ik wil hem nemen met een man die onderuit werd geschopt. Marco Van Basten, red ons alsjeblieft, dankjewel. We kunnen weer een icon pack gaan openen. En er is me ingefluisterd dat dit de beste tot nu toe gaat worden. Alsjeblieft, een goede icon, een aanvaller. Het wordt een Engelsman alweer linksbuiten Barnes, denk ik. Maar die is ook niet zo goed. Winter Wildcards, Lineker zelfs. Oh. Oké, okay. We hebben in ieder geval een man die doelpunten kan scoren. Beetje de Bergkampprijs. Iets meer dan 100.000 munten. Nu het team langzaam maar zeker wat beter wordt, krijgen we ook lastigere uitdagingen. En de volgende is het scoren van een kopbal. Lineker heeft 94 nauwkeurigheid kopbal, dus hier lijkt wat mogelijk. Eerste kans. Koppen! Oh, de paal geraakt. En het was bijna met Bailey onze snelste goal tot nu toe. De volgende voorzet aan. Knik maar raak. Oh, de redding. Echt nog net laag in de hoek. Cody Gakpo. Naar het hoofdje daar van natuurlijk Gary Lineker. Het wordt de volgende speler. Braziliaans. Cam. Wie kan dat dan zijn? Kaka misschien? Het wordt een normale icon. Socrates. Oké. Okay. Ik denk niet dat hij nog heel veel waard is. Hij is niet eens 80.000 munten, de dokter. Dat zal te maken hebben met zijn gebrek aan snelheid. De opstelling wat aangepast om onze Braziliaanse krullenbol op nummer 10 te krijgen. En nu moeten we een power shot scoren. Oftewel een schot waar heel veel kracht achter zit. Nou, ik zal het één keer voordoen. Knallen met die handbal, Lineker. Hij raakt de paal achter de goal. Van Basten. Heidon. Heidon. Nee, de paal. Ja, alsjeblieft. Van Basten. En daar is hij. Come on. Het enige wat ik vraag is, stel me niet teleur. Weer Engeland. Rechts midden. Dat is David Beckham, denk ik. Zouden we een standaard icon krijgen? Ja, alweer. Volgens mij al voor de vierde keer een icon gekregen die al maanden sinds de start van het spel in de game zit. Beckham kan heel goed passen. En verder is het nou niet zo best. Hij kost toch nog een ruime 100.000. Voor nu moeten we een flair doelpunt gaan scoren. Dat kan zijn een hakje, een rabona, dus achter het standbeen. Ja, een omhaal zou ik ook tellen. Als er maar flair bij zit. Beetje samba. Hier komt misschien wel de eerste poging aan voor Beckham. Doorlopen. Voorzet. En, oeh, eruit gehaald. Van Basten nog. Kan doorlopen. Van Basten. En met de hak. Oeh, daar ging die al bijna. Dat was een goede poging. Socrates, houd in. Geef mee aan Van Basten. Om de keeper heen. En een hakje, misschien een hakje. Haha, daar is hij dan. Lekker zeg. Deze keer wordt het een Duitser. Kan dat goed zijn? Centrale middenvelder. Matthäus. Alsjeblieft, Matthäus. Niet Ballack, niet Ballack. Matthäus. Ballack. Oh, dit is niet waar toch? Zo'n video is het wel. 70.000 munten maar. Dat is misschien wel het minste van allemaal tot nu toe. Ik denk niet dat we een andere optie hebben dan Ballack als centrale verdediger spelen. En voor de volgende goal gaan we op zoek naar een afstandsschot. Dat is een doelpunt van buiten de 16. Voor de eerste keer. Beckham. En, Mayan. Bergkamp, waar kan hij heen? Twee man kwijt. Dennis Bergkamp schieten en... ook maar net naast. Ja, de interceptie van Marco van Basten. Die probeerde het even... Oh, de goal! Van Basten, nou ja, zeg hij. Absolute wereldgoal. Op goed geluk, met zijn mindere been. 0.04 verwacht doelpunt. Het is echt niet te geloven. De krul die daaraan zit. Nou, zeg. Kom op, dit wordt hem. Nu wel. Italië, centrale verdediger. Dat kan Maldini zijn. Maldini, geen Baresi, Maldini. Maldini, kom op, Maldini. Cannavaro, die hadden we ook nog. Niet heel veel meer dan 80.000 munten voor deze oud Ballon d'Or winnaar. Dan zijn we alweer uitgekomen bij de laatste goal. En wat mij betreft ook de moeilijkste in theorie. Want we moeten om de keeper heen dribbelen en de bal het net inlopen. Nou, de dokter. Ja? Nog steeds hij, Socrates.
Waar gaan we naartoe? Keeper moet komen. Waarom komt de keeper niet? Oh, hij komt en heeft. Van Nistelrooy is de doelman. Dat kan tegenwoordig allemaal in de Ultimate Team. Kans. Hele grote kans voor Lineker. Loop door, Lineker. Ja, 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 ja. Al het geluk zit in dit pakket. Laat me gelijk, ik ben Nederlander. Kom op. Een keeper. Nee. Van der Sar nog. Dat zou nog redelijk zijn. Geen Van Nistelrooy. Geen van... Het is Van Nistelrooy. Het is Van Nistelrooy. Dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Vond je deze video leuk? Dan ga je ook van de volgende houden. Klik hier om te kijken.